Aan de Nederweertse weg in Zomerenheide is vorig jaar maart een XTC-laboratorium aangetroffen. Bij de ontmanteling van het drugslab is geconstateerd dat het drugsafval in de gierkelders is geloosd en het zich daar met mest heeft vermengd. Die mest is op de maïsplak verspreid. Dit heeft tot gezondheidsklachten bij de omwonenden geleid. Burgemeester Veldman vertelt wat er nu staat te gebeuren. Burgemeester Veldman, goede vakantie gehad? Ik heb een prima vakantie gehad, maar na de vakantie had ik meteen weer met de neus in de boter. Ja. Ja. Het gaat over, de pers duikt erop, de NOS-journaal heeft erover gehad, over concentratie drugsafval, noemen ze dat, in de maïsplak in Zomerenheide. Ja, nou in maart is de landelijke politie hier naartoe gekomen, die heeft een ecstasy-laboratorium ontmanteld. En dat was daar op de Nederweertseweg bij Flupsen. Dat is gebeurd. Alles wat te maken had met het ecstasy-laboratorium is gewoon afgevoerd. Alleen op een gegeven moment hebben wij de constatering gedaan, het onderzoek, dat er in verschillende mestkelders blijkbaar afval gedumpt is. Nou, dan blijkt er een mestkelder te zijn waar mest in zat en waar een lichte concentratie MDMA is aangetroffen. En die mestkelder stinkt, dat is één. Er is nog sprake van een andere mestkelder. De gebruiker van het perceel heeft die mestkelders vol laten lopen met of vol laten maken met afvalstoffen uit de vruchten, uit de conservenindustrie. Daar zit een nog lichtere concentratie MDMA in. En daarnaast heeft hij ook het destijds. Want we hadden alles verzegeld. Ik heb daar het Damoklesbeleid toegepast. In de zin, alles verzegeld, je mag niet meer opkomen. Heeft het zegel verbroken en heeft uit de mestput heeft hij mest gehaald 's nachts. En is het uitgereden over een maïsplak. Nou, dat heeft in het begin heel erg gestonken natuurlijk. Op een gegeven moment was die stank, die was wel vervluchtigd. De maïs is gaan groeien. En nu is het onderzoek gebleken dat ook in die maïs, dat er ook een lichte concentratie MDMA is aangetroffen. En nu gaan we dus kijken van wat moet er precies met die maïs gebeuren. En moet er ook nog iets met die bodem gebeuren. Er was een buurvrouw, die wordt ziek van die lucht. Die trekt aan de bel, die luidt de klokken. Ja, en dan lijkt het er overigens op alsof de afgelopen 9 maanden niks gebeurde. Nou, er is niet niks gebeurd. Wij hebben ook verschillende contacten gehad. Mevrouw heeft ook brieven gestuurd. Medewerkers zijn ook bij haar op bezoek geweest. Medewerkers van de gemeente om daarover te spreken. Hebben we ook uitgelegd waar we mee bezig waren. En, maar ja, goed, daarmee is het probleem nog niet definitief opgelost. En we hopen nou in ieder geval dat het probleem nu op deze manier wel definitief opgelost is. En ik ga morgen ook even met mevrouw Meurendijks op visite. Om dat gewoon ook even aan haar persoonlijk te vertellen. Ja, er kwam kritiek vanuit de provincie Van den Hout. Die vond het maar niks, daar zomaar zo lang wachten. Nee, dat heb ik ook begrepen. Ik vond het jammer de manier waarop dat gegaan is. Want ik denk bij mezelf als overheden wat tegen elkaar moeten zeggen. Dan moet je dat op een andere manier doen. Helaas, hij kon mij niet bereiken. Hij wist blijkbaar mijn mobiele nummer niet. Heeft geprobeerd contact te zoeken. Vanmiddag hebben we contact gehad en heb ik met hem hierover gesproken. En ook gezegd wat onze oplossing was voor de ernstigste stankbron, om het maar even zo te noemen. En toen zei hij ook tegen mij dat hij dat ook een keer toegepast had, ergens in een heel andere situatie, met stoffen die ook niet vernietigd mochten worden, zijn ook ergens opgeslagen. Want wij zijn steeds bezig geweest met, als het eruit gaat, dan moet het ergens naartoe waar het vernietigd mag worden. En helaas in Nederland hebben wij te horen gekregen van de milieupolitie dat het dus niet een verbrandingsoven is die dit spul mag vernietigen. En dan, ja, daar moet ik het dan ook even mee doen. Vandaar dat we het nu dus in tijdelijkheid op gaan slaan. Ja, wie gaat dan verder uitzoeken? De provincie of de gemeente, waar het allemaal naartoe gaat? Ik denk dat de milieupolitie daar ook een rol in speelt. We gaan het nu ergens opslaan in een grote container. Op gemeentegrond? Waar we dat doen, Harry, dat weet ik nog niet. Daar moeten we gewoon even naar kijken waar we dat best op kunnen slaan. Het allerbelangrijkste is nu denk ik dat we die put dan leeg gaan halen. En dan hoop ik in ieder geval dat de grootste bron van irritatie, dat die in ieder geval opgeheven is. De grond waar de spullen allemaal terechtgekomen is, zal afgegraven moeten worden? Ja, dat weet ik dus niet. Daar zullen we verder naar onderzoek naar moeten doen. Want je kunt je voorstellen, als het inderdaad zo is, die mest is daar uitgereden. Die zit in ieder geval in de maïs. Nou, die maïs zal denk ik vernietigd moeten worden. Daar kun je verder niks mee doen. Ik weet niet in hoeverre het ook in de grond zit en de mate waarin. Daar heb ik ook geen verstand van. Daar zullen we verder onderzoek naar doen. En daar heb ik ook een afspraak over gemaakt met gedeputeerde Van Houts om dat in gezamenlijkheid te bespreken. Als u het over zou doen, zou alles sneller gebeuren? Ja, kijk, terugkijken natuurlijk zit je altijd van hoe ga je ermee om. Wij hebben heel erg op het spoor gezeten van we moeten zoeken naar een definitieve oplossing. Het wordt afgevoerd en het gaat ergens naartoe. Nou, op een gegeven moment hebben we nu na al die tijd komen we toch tot een andere conclusie. En ja, wellicht terugkijkend hadden we dat eerder kunnen doen. Dat is altijd zo natuurlijk. Ja, het jaar begint goed. Actie.
Ja, actie. Hè. Maar het is niet zo, ik wil er even benadrukken, het is niet zo dat we niet mee bezig zijn geweest. We zijn heel nadrukkelijk bezig geweest. Hebben zelf ook opdracht gegeven om allerlei onderzoek te doen. Overheidsdiensten hebben dat verder niet gedaan. Hebben wij gedaan. En ja, we zijn echt bezig geweest met die definitieve oplossing. Ja, en die is er nog steeds niet. En dat vind ik heel jammer. Want het liefst zou je zeggen, haal het eruit, breng het naar een verbrandingsoven en dan wordt het vernietigd en het is weg.